meteen nog wel op dit dak. Oh, dat is de was van Stan? Nee. Maar we hebben het tekenpennetje, hadden wij al. Jawel, dan kan ik dat nog in mijn handen krijgen. Nee, ja. Hallo allemaal. Wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is... Koekendag! Ja, Sophie heeft net Madelief Junior en Stan in Oudenbosch gehaald. En koeken. En koeken. Ja, dat zijn allemaal wegafsluitingjes en dat is heel irritant. Jij had een optreden. Ik had een optreden met de harmonie, maar dat was vier man publiek. Het was een... ja, maar dat maakt het niet uit. Het was een openbare repetitie, CQ-concertje. Maar wat ik heel leuk vind aan zoiets, is dat je even echt je nummers, je weet, we gaan hem helemaal doorspelen, je weet, iedereen is geconcentreerd en daar ging het om. Ja. Het ging niet om het concert. Ja? Wij denken dat Fiton op het dak kan springen. Oh! Omdat Stan hem op het dak had opgezet, ja? Maar hij kwam ineens weer op de trap. Dus ik denk dat hij op het dak kan springen. Ja, dat kennen katten, hè? Dus ik denk dat Fiton op het dak springen is. Ja. Misschien klimt hij zo meteen nog wel op dit dak. Ja, en jij hebt gelogeerd? Ja. Was het leuk? Twee keer. Achter elkaar. Ja, was het leuk? Ja. Ja, heb je nog iets speciaals gedaan? Vertel het eens. Nee. Ik wil het wel weten. Volgens mij heb je wel iets speciaals gedaan, want ik heb een foto gezien. Ze hebben een spelletje in Movie Town. En? Dat heb jij gespeeld. Ja, en? Ik had meer punten dan 50-100, dus... Ik mocht lekker veel cadeautjes uitkiezen. Laten we zien dan. Twee dingen zeggen over Marty, wat ik echt niet leuk vind. En de pyjama. Spider-Man. Mijn pyjama zit er ook even in. Dus oh. Er zitten nog heel veel kleren van mij in. Nou ja, ik hoor het allemaal op de grond. Ja, ik doe het. Ja. Nou, ga het maar laten zien. Tas. Nou, je bent wel verwend, zie ik wel. Ik ben gewoon jaloers op jou. Twee bakken met Lego. Zo. Zo. Van wie heeft hij dan gekregen? Kaka. Sonic auto. Hey. Zo. Elektrisch. Zo, hé. Hey. Kon je die nou uitkiezen? Wat is dat? Kon je dat daar uitkiezen? Nee, jij mocht kiezen een voetbalpak of dit. Dit is een controle. Ik had ook een voetbalpak. Nee, ik had een elektrische auto gekozen. Nou, jij mag maar voetbal pakken of zo'n auto. Ik snap wel dat hij dit kiest. Hij is geen voetballer, hè, dus... Huisje. Jullie ook mee naar tante Iris de verjaardag? Nope. Nope. Willen jullie een koek? Ja. Aardbeien schoon. Ja, de laatste. Oh, zijn de laatste. De laatste week aardbeien. Echt? In de bakkerij. Nou, wou jij even bordjes? Ja, wel bordje pakken. Ja, eerst eigenlijk de gasten. Pijnboom! Ja, kom maar. Ja, dat is mijn gast. Ja. Kun jij maar lekker met het autootje spelen, Stan? Hè? Ik ging vannacht om 4:30 werken. Toen was er nog licht aan bij jou. We zijn in de bank in slaap gevallen. Je bent Molly niet aan het staan. Ik zit helemaal onder de lucht. Oh, Stan muggen? Ja. Nou, anders nog koek? Ja, zo'n liedje doen. Even met z'n allen. Dat is lang geleden. Het is weer koekendag. Ja, kies maar uit. Ik mag als eerst. Ja hoor. Dat is goed. De gasten als eerst. Ja, eerst mag Siebe. Siebe hoeft niks. Dat mag Stan. Nee. Je hebt er schiet ook wel appeltaart over. Hij is ook een gast. Nou, een hele leuke koek uit. Stan is ook een... Een beetje saaie koek, hè? Wat? Nee, ik had al een pastel de nata gelussen, maar die waren misschien wel op. Twee werknemers. Die hebben jij al opgemaakt. Waar joh? Die hadden wij al. Hebben jullie die al op? Ja. Nee. Dat zijn lekker, hè, pastel de nata's, hè? Pak jou nou gewoon! Ik neem een kersenbierkantje. Ik neem een appel. Wilt u ook geen hapje? Nee, ik heb geen honger. Oh, maar dat hoeft niet voor het honger, dat is voor lekker. Ja. Is het toetje maar niet? Oh, dat is de was van Stan? Nee. Oh. Dus heb je dat wasrek gezien? Als je de straat in rijdt. Ja, het begin. Ja. Helemaal lange. Mooi, hè? Ja. Allemaal van die grote onderbroeken. Oh, dat heb je niet. Ik zag
gewoon lakens. Nee, ook hele grote onderbroeken. Nee, ja, we wonen nou in België en dan zie je weer andere dingen. Een hele grote waslijn met allemaal grote onderbroeken eraan. Hier in de straat. Ik zag hem vanochtend. En ik zag hem nou net ook weer. Ja, laat hem zo meteen maar zien. In de auto. Oh ja, dat is echt heel leuk. Ja, nou, mama, wil jij nog iets? Nee. Nee? Ja, dan neem ik ook een aardbeienslof, want het is de laatste van het jaar. Vind ik altijd heel lekker. Ja, na een dagje verjaardagen, et cetera, zijn wij thuis. En we hadden Louis bij op de verjaardag. En gelukkig waren daar heel veel hondenliefhebbers. En iemand had hem vast en die zei, hij heeft een teek. En wij hebben wel gecheckt al. En ik weet niet of ik hem nou weer kan vinden. Maar we hebben het tekenpennetje, hadden wij al. En Hier heb je het fotootje, kan ik al aan jou laten zien. Ja, zo ja. Dus je doet het open. Ja, open, en dan op die teek. Dan doen dicht. En dan moet je hem draaiend eruit. Kijk aan. Nou, ga jij dat maar doen. Dan doe ik filmen en die teken een beetje Hoe voelt dat? Ja, wat is dat? Teken is een beestje. Goed zichtbaar. Door de haar rondom de teek uit elkaar te houden. Plaats de pincet volledig over de teek, zo dicht mogelijk op de huid. Zo voorkomt u dat de kop blijft zitten. Draai de pincet links of rechtsom, totdat de teek loskomt. Controleer of de teek volledig is verwijderd, voordat u de teek weggooit. Oh, even naar die teek kijken. In de gootsteek. De teek. Desinfecteer de wond grondig. Verdoof teken nooit met alcohol of andere middelen. De teek zou hier nog kunnen braken en zo zijn ziektekiemen alsnog kunnen overdragen. Oh. Wat is het dan? Een teek is een beestje en dat gaat op je huid zitten. En dat doet dan bloedzuigen. Is dat aan die kant? Hier zo? Ja, omhoog en dan hier. Zo. Heb ik dat hier ook? Hier aan de voorkant, denk ik. Mama, heb ik dat ook? Ja, jij kan die ook hebben. Dat kan wel, maar dan voel je... Ik heb het één keer gehad. Mama. Ik ga de camera even wegzetten. Is iemand een teek? Oh, ja. Madelief, kan jij even filmen? Ja, Louis heeft een teek. Ja. Als jij even filmt hier zo. Goed op Louis. Wil je gewoon de camera even houden? Je moet hem even zo vasthouden, denk ik. Ja, zij had hem zo vast, hè? Toen zat het hier. Wie had hem vast? Even voelen. Kan het even op de plaats zijn? Nee. Oh. En dat beestje doet een bloedzuigen. Hier. Ja, mama. Hier zit het. Ja, dan moet hij even... Goed op de camera kijken, dan kun je het goed laten zien. Ja, jij moet zijn hoofd. Ja? Want zo kan ik niks. Ik zie hem nou nog in... En we staan in te donker licht, lijkt wel. Jij hebt allemaal geel licht en geen wit licht. Ja, nou heb ik het gedaan. Ga jij hem vasthouden goed? Ja. Zo kan ik niks doen, hoor. Papa doet het. Ja. Zie je het, wat lief? Nee. Oh, dit is een andere nog, denk ik zelfs. Zijn er dus twee. Dit is een andere, denk ik. Die zag er anders uit straks. Misschien geen verkleur. Nee, die was groter, die andere. Ja, dat is het nadeel van het gras hier, hè? Misschien hebben wij ook al teken. Aan onze voeten. Waarom vind ik dit zo zielig voor Louis? En nu trekken. Mm-hmm. Ja, maar heeft hem. Echt, mag ik hem zien? Nou, moeten we even goed kijken. Hier op een wit papiertje. Ja, zijn kop zit eraan. Kijk. Zie je dat? Hij leeft nog. Zie je dat? Ik ben bang. Mama, ik ben bang. Nee. Daar zit er dus nog geen in. Je moet dus door de gootsteen weg. Ja, dat snap ik. De gootsteen? En dan gaan we nog even verder kijken, want volgens mij moet er nog één zijn. Dat is wel mooi. Een soort spinnetje. Hier is hij. Is een bloedspin. Is een bloedspin. Oh. Ik vond dat zo eng, dat TV. Is hij een bloedspin, mama? Ja, een soort van. Nou, doen we hem in de gootsteen. Van lief het niks.
dan hoef ik Louis even niet meer op te pakken. Heeft er niks mee te maken? Jawel, dan kan ik dat toch in mijn handen krijgen. Nee, ja. Nou, we gaan hem nog even een keertje controleren. Zo, die heb ik vermoord. Ja, nou hier, ik pak jij je Louis maar, dan ga jij maar even voelen. Junior, kom eens. Louis, laat zien met deze. Dat was wel goed gezien, Wander. Ze voelden het. Ja. Ja, hier kijk ik. Hier. Ja, een hele grote. Dit was hem. Oh. Hele grote. Oh, dus daar wil je er nog één ontdekken dan. Lukt jij dat zo alleen? Ik weet niet. Die hadden we gezien. Die beweegt niet. Ja. Oh, jawel. Oh, ja. Nou, ik ben de doorspoeler. Zitten ze dan vooral een beetje daar bij zijn nek zo? Ja, dit is... Dat is een klitje gewoon. Nee. Ik weet niet wat het is. Even shine. Kan je shine met iets? Ik kan het niet goed zien. Nee, dat is een onderhuids iets, denk ik. Ja. Nou, Louieke, die wil nou even goed gecheckt. Ik wil nog even shinen. Nou, zijn we wel blij mee dat ze dat gezien heeft. Verder even nog voelen. Maar iedereen pakt altijd naar Louis op feestjes. Ja. Dat is echt, iedereen zegt, oh dat is wel leuk, dat is wel leuk. En dan hebben ze allemaal een grote hond. Ja, zo'n klein hondje erbij is toch ook wel leuk. Ja. We hebben echt al veel als, vaak als reactie. Ja, wij gaan nog even verder met tekenonderzoek. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer en we hopen dat je abonneert. Houdoe!